Goedenavond dames en heren, passagiers, maar ook natuurlijk onze vrachtklanten. Het is wel een zeer bewogen periode, in het bijzonder voor u. De passagiers die hebben vastgesteed op allerlei luchthavens. Ik wil daar zeker mee beginnen om mijn verontschuldigingen daarvoor aan te bieden. Maar u weet, voor ons was dit ook complete overmacht, omdat de autoriteiten het luchtruim dicht hielden. We zijn zelf als KLM direct aan het knokken geweest voor uw belangen. Om ervoor te zorgen dat het luchtruim zo snel mogelijk weer op, open ging. Jammer genoeg heeft dat dan toch nog vier dagen geduurd. Maar we zijn er dan nu eindelijk. We zullen alles in het werk zetten om u zo snel mogelijk op uw eindbestemming te brengen. We gaan vanavond al van start. En ik hoop dat we vanavond al minstens. tussen de 1000 en 1200 passagiers van Schiphol kunnen wegvliegen naar een. Uh, de bestemming in het Verre Oosten en in Amerika. En we zullen alle long -haul vluchten van de buitenstations nu opdracht geven om naar Amsterdam te vliegen, zodat morgen bij daglicht deze vliegtuigen weer op de Amsterdam kunnen aankomen. Hoeveel wij mogen gaan vliegen binnen Europa, dat weten we pas in de loop van de nacht. En uh, ik denk dat dat netwerk op Europa wel enigszins beperkt zou zijn. Ik zou ook iedereen willen aanraden om nu niet direct naar Schiphol te rennen of naar uh, de buitenstations, maar eerst eventjes te bellen met uh, de luchtvaartmaatschappij of op internet te kijken of op de website uh, of uw vlucht echt gaat. Ik ga ervan uit dat als de vulkaan zich rustig houdt, dat wij binnen een week alles wel weer op orde hebben en de vrachtagenten weer tevreden hebben kunnen stellen, de koffers op de juiste plaats en de passagiers waar ze naartoe wilden. Dank voor uw geduld.